Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Met buienwolken boven ons land en tussen die wolken ook opklaringen betekent dat we een wisselvallige dag voor de boeg hebben. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er zijn dus ook buien. In het noorden is het in de ochtend meest droog en de temperaturen vanochtend rond de graad of 9. Langs de kust nog een krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 6, ook vanmiddag. En vanmiddag zouden bij de buien wel eens een keer een klap onweer kunnen zitten. Het wordt uiteindelijk 10 of 11 graden en de wind, als gezegd, blijft doorwaaien. Vanavond verdwijnt de buiengeit op veel plaatsen en liggen de temperaturen rond de graad. Of 8. Dan gaan we naar morgen en hebben we nog steeds vrij wisselvallig weer wolkenvelden. Af en toe een beetje zon en een temperatuur in de middag van 9 of 11 graden. De wind die neemt een fractie af, maar langs de kust waait het nog altijd vrij krachtig met Windkracht 5. Nog even doorbijten wordt het, want donderdag hebben we te maken met vrij veel bewolking. En vooral in het zuiden valt regen. In het uiterste noorden blijft het waarschijnlijk droog. En op de wadden misschien nog een flauw zonnetje. 10 tot 12 graden wordt het. Dat wordt het ook op vrijdag een graad of 12, maar dan is het al droog en schijnt de zon geregeld. En zaterdag gaan we op voor 15 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.